Vandaag wordt een dag met pieken en dalen. We gaan de bergen in. Welkom bij de race recap van Solar Challenge Marokko, etappe 2. Vandaag staat ons een pittige etappe te wachten. Met 551 kilometer is dit de langste etappe uit de race. En 5400 hoogtemeters moeten er vandaag bedwongen worden. Na gisteren staat Agoya Solar Team op de eerste plek. En wij een ongeveer 17 minuten daarachter. 19 minuten daarachter start Vattenfall Solar Team uit Delft. Colin, we staan hier op de controlstop van dag 2. Hoe gaat het tot dusver? Nu staan we nog steeds net achter Agoria, maar we komen langzaam dichterbij. Dus na deze controlstop even doorkarren en dan hopelijk aan het eind van de dag op nummer 1. Jouw motorkoeling heeft ons de berg overgeholpen. Was je zenuwachtig in de auto? Ja, het is natuurlijk wel even spannend om te kijken of het systeem ook echt werkt. Maar het heeft zich goed gehouden en we zijn vrij makkelijk eigenlijk de berg overgekomen. Goed vertrouwen voor de rest van de race ook hierdoor? Ja, zeker. Dat, over het algemeen is het nu gewoon lekker doorrijden. De auto rijdt in een goede staat, dus mooi. Dankjewel. Maurice, in de slotfase van de race rijden we ook nog ineens Agoria voorbij. Praat ons eens door die laatste 10 minuten van de race heen. Hoe voelde dat? Ja, heel goed. We zaten al een tijdje achter ze. En op het moment dat we ze dan eindelijk inhalen, voelt hij wel een soort van euforie door de auto heen komen. Escort aan Corvoy, we hebben het racecorvoy van Agoria zojuist ingehaald. Ja, gewoon en ook ontzettend mooi met deze duinen op de achtergrond al. Het is gewoon een ontzettend mooie afsluiting van een gave dag. We hebben een inhaalslag gemaakt. We hebben de berg der bergen bedwongen. En we hebben in de volle zon kunnen rijden vandaag. In het algemeen klassement staan we nog steeds op de tweede plek. Maar vandaag, deze etappe, die kunnen we op onze naam schrijven. De etappe van morgen gaat geen terrorbergen meer met zich meebrengen. Maar wat het weer morgen gaat doen, wordt wel nog een grote vraag. Dus blijf vooral kijken om daarachter te komen.